Goedemorgen. Het is een morgen. Gisteren was 3 voor 12 song van het jaar. En het was een goed feestje. Het was een lekker feestje. Het was volle bak. Het was helemaal strak uitverkocht. Mensen, er stond nog gewoon een rij buiten. En die hadden allemaal gewoon geen kaartje. En er werd live radio gemaakt. Er werd verslag gedaan voor tv. Door echte professionele mensen. En Jeroen en ik waren daar natuurlijk bij. We zijn alleen maar verdwaald geweest. Maar we hebben uiteindelijk toch nog allemaal artiesten gevonden. Namelijk Rondé en Kensington. En Bewilder. En Evie de Visser. En Lucky Fons. En De Staat. En we hebben het publiek lastig gevallen. En is gevraagd, wat is hun eigen favoriete song van het jaar? Ik ben Thijs Heij en dit is onze 3 voor 12 song van het jaar After Movie. Song van het jaar! 3 voor 12 song van het jaar! Ja mensen, en dit is waar het allemaal gaat plaatsvinden. Kom gewoon lekker mee. Dit is het Doolhof dat Tivoli Vredenburg heet. En we gaan jullie eens even laten zien waar het allemaal gebeurt. Kom. Er zijn allemaal mensen aan de kassa daar. Die willen naar binnen. Ik hoop dat ze gereserveerd hebben, want het is helemaal uitverkocht. Anders hebben ze geen kaartje gewoon. Hier zijn allemaal mensen. We horen Bewilder uit de speakers komen. We gaan hier langs de beveiliging. Je denkt, we zijn er bijna. Maar we zitten pas op 3% van het hele gebouw. Hier hebben we het wonder der trap. Als je gewoon een lekker concertganger bent, dan hoef je helemaal niet naar een sportschool. Je moet gewoon af en toe één keer per week naar Tivoli Vredenburg. Dan komt het helemaal goed. Hier is de live uitzending van 3FM. De hele nacht door blijven ze alle muziek draaien. En daar op de trap kan je er naar kijken. Want het is heel leuk om radio te kijken. Daar is het voor bedoeld natuurlijk. Hallo Zwaai, kom maar. Voor wie komen jullie hier? Broederliefde! Broederliefde! Lekker ding! Is dat zo? Oh, jullie zijn allemaal vrijgezel, jullie willen hun gewoon, hè? Ja, we willen dat... Voor enthousiaste fans. Iedereen wil geneukt worden hier. Ook allemaal mensen, hallo, Zwaait. We hebben één roltrap gehad, we gaan gewoon de volgende roltrap gewoon weer op. Kom maar mee. Allemaal mensen, allemaal gezelligheid, kijk dan. Oh ja, kom, we gaan even uitzicht bekijken, kom. Kijk, hier kan je een spelletje spelen als je muziek haalt. Dat ding! Fijne avond. Vier daar, kom. Oh, broodjes. Wat een prachtige trap. Met licht en shit. Oeh. Kijk dan, een enorme zaal. Helemaal vol. Hier achter mij is het geweldige Heaven aan het spelen. En iedereen geniet van de zaal. Is propvol. Overal is het druk en gezellig. En we gaan nu op zoek naar plein 6. Of plein 9. Ik weet eigenlijk niet hoe het heet. Plein 5 is het. Kom maar even met me mee. Oh, pas op. Ja. En we zijn nu aangekomen bij plein 5. Het is net voorbij wat er hier is gebeurd. Maar er gebeurt de hele tijd wat hier in Tivoli Vredenburg. Prachtig. Hey, niet zo clever jullie. Voor wie komen jullie vandaag? Wie wil er? Moet je snel naar beneden, die begint zo. We moeten eerst wat eten alleen. Dus we zitten in een stressmoment. Eerst wat eten. Jij komt ook voor Bewilder? Nou, ik weet het niet. Ik word meegesleept, hè? Ja. Tegen je zin, hè? Ja, ik krijg het helemaal kut. Ja, ik snap het. Nou, in ieder geval toch veel plezier. Maak er wat van. Komt helemaal goed. Kijk, hier voor mij loopt gewoon Frank van der Lende. Weet je, die is ook radio aan het maken. Iedereen is hier bezig. Voor wie zijn jullie hier? Wat gaan jullie nu kijken? Nee, niet weglopen. Wat gaan jullie nu kijken dan? We gaan wijven neuken vandaag. Wijven neuken, ja. Als je een beetje beharing op een balzak krijgen, dan zien we wel weer verder. Dag meneer, u gaat een broodje kopen hier? Nee, een patatje. Patatje? Geen idee waar we zijn. Wat willen jullie zeggen? Eindhoven, rot op man. Ik wil wel wat zeggen. Ik wil alle lieve mensen die kijken de groeten doen. Mijn moeder, Gijs, maar ook vooral alle lieve mensen die net naar Jazz. Wat goedkoop man, slecht. Okay. Hey, waarom zijn jullie hier? Wat komen jullie om te kijken? Chat Rebel, dat heb je net gezien. Was een beetje goed? Chat Rebel, slijp. Was echt was goed. En hij heeft zijn plectrum gevangen. Heb jij zijn plectrum gevangen? Hij heeft... Ik ben de grootste fan van Chat Rebel en hij heeft zijn plectrum gefixt en die heb ik nu hier ergens in mijn portemonnee. Het is zo belangrijk voor je dat je het alweer kwijt bent, hè? De plectrum van Chat Rebel.
En sorry, sorry. Oké. Ja? Wij staan hier naast de beeldschone Ricky van Rondé. Dat mag toch wel zeggen, toch? Dankjewel. Ja. Hey, en jullie hebben net gespeeld, net. Ging het lekker? Ging heel lekker, ja. Het was helemaal druk, dus heel leuk. Ja. Okay, dat is altijd fijn. Hey, en jullie staan in de... Hey, ga eens even weg! Ga weg! Hallo Rocco van de Staat, Hallo. Gaat het goed met jou? Ja, ik moet... wat is de volgende vraag? Niks. Nou ja, ik wilde haar vragen eigenlijk. Wat is haar persoonlijke song van het jaar, van 2016? Maar dat ga ik ook aan jou vragen. Ja, ik sta hier naast Rocco, dus dan zeg ik gewoon Witch Doctor, toch? Tuurlijk. Is helemaal, ja, daarom. Die is helemaal niet genomineerd. Oké, maar welke is dan genomineerd? Make the call, leave it all. Dus? Make the call, leave it all. Ik heb nog één vraag aan jou. Want ja, hun komen zo... Je moet even helpen dat ik Torre zo even spreek. Ja, jou. Ik weet niet wie die is. 2017 begint eraan te komen. Wat kunnen wij van Rondé verwachten? Onze debuutplaat komt uit, 13 januari. 20 januari spelen we hier in Pandora, uitverkocht. Superleuk, doen we zeg maar de debuutshow. Veel festivals, sowieso fucking veel spelen. En dat is super chill. I'm stoked. Dus, lekker. Let's get it on. Yeah. En je blijft nog wel even hangen vanavond? Zeker weten. Sowieso voor de staat. Dit hele verhaal heeft ze ook net tegen mij verteld, hè? In onze vrije tijd ook nog. Moest ik gewoon dezelfde pers aanhoren als ik nu. Daarom. Ja, goed, je moet ergens beginnen toch, zeg ik dan altijd. Is ook zo. Ik wens jullie een hele fijne avond en blijf lekker hangen. Hallo. Wij zijn van 3 voor 12 Utrecht. Oh, ik ben van 3 voor 12 ook. Je bent van 3 voor 12? Collega, ik ben Eva. Hallo Eva. Hi, hoe gaat het? Ik ben Thijs. Hi Thijs. Ik zit me nu even voor te bereiden, want ik heb zo meteen een interview met Broederliefde. Oh, dus ik stoor heel erg. Ja, nee, ja, of je moet nog iets willen weten van Broederliefde, dan vraag ik het ze. Nee, ik wil iets weten van jou. Oh, okay. Heb jij een leuke avond? Ik heb een heerlijke avond. Song van het jaar. Wat is jouw persoonlijke song van het jaar? Oh god, weet je dat ik dat lijstje heb ingevuld 3 minuten voor de deadline? Omdat ik zoveel verschillende tracks wilde. Ik ook. Kon gewoon niet, je kon er maar 10 kiezen. In ieder geval Mino Lop van Broederliefde. Daar heb ik echt een heerlijke zomer op gehad. Maar ook Dua Lipa, Be The One, is ook wel echt mijn lentetrack geweest. Wat heb jij gekozen? Sowieso De Staat, Nick Cave, daar ben ik groot fan van. Ja. Jij waarschijnlijk niet, hè? Wat grappig is, ik weet de nummer 1 al. Echt? Wat is het? Wat is ja, maar je snapt natuurlijk dat ik mijn baan verlies als ik nu in dit filmpje ga zeggen wie de nummer 1 is. Dus dat ga ik niet doen. Je hebt gelijk. Dan stoppen we lekker met filmen. Ja, ik fluister het zo meteen. Ja, dat mag je wel doen. Ja. Ik wens jou een hele fijne avond. Doei 3 voor 12 Utrecht. Tot snel. Doei Eva. Doei. En toen zagen wij de geile Casper van Kensington. En die hebben even gevraagd van wat is zijn song van het jaar. Hij wilde eigenlijk stiekem zeggen hun eigen song. Maar ja, dus dat doe je niet. Dus dat deed hij maar niet. Casper van Kensington, welkom. Dankjewel. Jullie staan op de longlist dit jaar voor Song van het Jaar. Ja. En hoe goed schat je je kansen in? Nou, ik kan u een heel diplomatiek antwoord geven. Maar ik heb hoeft niet, daar houden we niet van. Ik heb net gehoord waar we staan. Dus, En waar staan jullie? We staan op 15 en 16. Maar 15 en 16 van alle songs die er in 2006 zijn gemaakt, dat is best nice toch? Ja, zeker omdat ons album kwam pas 28 oktober uit. Dus ja, de laatste 2 maanden heb je dan al van het jaar en dat we dan zo hoog eindigen vind ik super cool. Lekker. En het is het einde van 2016. Wat kunnen we in 2017 van Kensington verwachten? We gaan een Europese tour doen. Die loopt heel goed nu. Heel veel zalen verkopen uit. Het is totaal 14 zalen volgens mij. Lekker. Heel Europa doen we. We zijn ondertussen met Armin van Buuren op tour. Dat is dan wereldwijd. En we gaan weer Ziggo Domes doen aan het eind van volgend jaar. 5 dit keer. Zijn ook allemaal uitverkocht. Dus... ja, festivals. Heel veel festivals. Dat klinkt goed. En klinkt ook alsof jullie een goede boeker hebben. Ja, onze boeker staat daar trouwens. Oh, echt? Ik had ook ooit een boeker, maar toen ging ik er met zijn vrouw vandoor en toen wilde hij me niet meer boeken. Ai, ai, ai. Je hebt ze... Ja, nee, dat... Nee, dat, dat is misschien de enige tip die ik aan jou kan geven. Blijf van z'n wijf. Ja, ik heb geen intenties om met de vrouw van onze boeker iets te gaan beginnen. Ik ben heel gelukkig met mijn vriendin. Heel goed. Ik wens je heel veel plezier. En we hebben ook gesproken met de toiletjuffrouw. Dag beeldschone toiletjuffrouw. Hoe heet jij? Sani, hè?
Jij bent de koningin van de avond, hè? Dat weet je wel, hè? Ja? Oh, is dat zo? Iedereen heeft jou gezien. Ja, iedereen ziet Altmaar. Heb je het een beetje naar je zin? Ja. Zijn we allemaal lief tegen jou, toch? Altijd. Goed zo. Ik ben ook lief naar hun. Ja, maar zo zie je er ook uit, hoor. Ik wens je een hele fijne avond. Ja, dank je. Goed zo. En je doet goed werk, hoor. Ja, dank je. Maar ik moet wel even nu zelf naar de wc, maar ik heb geen cashgeld bij me. Maakt niet uit. Nee? Oké, dank je wel. Ja, dank je. Fuck yeah. En toen werden wij meegenomen door Be Wilder. We werden meegenomen backstage in de gang, in een trappenhuis. Het was heel, heel benauwd, maar het was wel gezellig. We hebben goed gepraat. We staan hier backstage met de fantastische Be Wilder. Maurits van Be Wilder. Je hebt lekker gespeeld, of niet? Ja, we zaten er goed in. Het was letterlijk kort, maar krachtig. Maar het voelt heel erg goed en ik merk ook wel aan onszelf dat we nu weer naar een moment moeten om zeg maar echt een week of twee weken te pakken om weer dat moment te pakken en dat je echt de muziek laat evolueren en dat je het Be Wilder laat worden. Maar het is nu het eind van 2016, wat gaan we in 2017 van Be Wilder horen? Ik vraag het even kort aan jou. Nou, het is Maurits, die lult gewoon. Gewoon vanaf januari gewoon keihard voor nieuwe nummers. Waarschijnlijk gaan we in maart dan ook naar Indonesië om een clubtour te doen. En dan de andere helft, daar gaan we dan ook weer op Bali heel veel nieuw werk opnemen en demoen met Henk Jonker samen. En ik denk dat wel... Bali? Ja, dus we gaan van, wat dat betreft van eiland naar eiland. En natuurlijk vandaag de grote hamvraag, song van het jaar. Wat is jullie persoonlijke song van het jaar? Daar heb ik echt voor geen seconde over nagedacht. Heb je gestemd? Nee, ik heb ook niet gestemd. Ook niet eens op jezelf? Nee, dat doe ik sowieso niet. Waste Blood, Generation Y, is ongelooflijk goed gedaan. Weet jij het al? Dan ga ik gewoon in mee. Je gaat er gewoon... Zo makkelijk! Maal 2, bam, doen we. Dankjewel, Be Wilder. Jullie zijn awesome. En tot volgend jaar op Song van het Jaar. Zeker weten. De nieuwe song. Tot volgend jaar. En backstage, wie kwamen we daar nog meer tegen? Opeens was Lucky Fons daar. En Lucky Fons die hoefde zelf niet te spelen, maar die was wel genomineerd voor Song van het Jaar. En daar gingen we een sigaretje mee roken. Hé, maar Lucky Fons, Otto. Maar hè, Lucky Fons. Jij staat in de lijst van genomineerden voor Song van het Jaar, van 3 voor 12. Ja, met mijn lied Linde met een E. En wat gaan we volgend jaar van jou zien? Ik ga vanaf januari weer op tour, dus ik heb een theatertour. Dat zijn 50 shows, 50, door heel Nederland in de theaters. En dat wordt allemaal nieuw materiaal, dus nieuwe liedjes, nieuwe... Geen oude hits? Nee, ik zie theaters als een plek waar de vrijheid is om te experimenteren en zo. En die wil ik nemen, die vrijheid. En daar heb ik super veel zin in. Dat begint in januari en dat loopt door tot april. En heb je grote voorbeelden in theater, in Nederlands theater? Ja, zeker. Wie? Ja, qua comedy hou ik heel erg van Hans Steeuwen. En ook wel, een beetje cliché, maar Toon Hermans is wel, ik heb een... Hoezo cliché? Het is gewoon kwaliteit, man. Ik heb een dvd-box gekocht een paar maanden geleden van Toon Hermans. Al die solo-shows in Carré, allemaal. Wat is jouw persoonlijke song van het jaar? Oh, daar heb ik nog niet over na. Mag ook jezelf zijn, hè? We daar doen we gewoon aan. Is Linde Schöne genomineerd? Wie? Linde Schöne. Ja, er is zoveel goeds gekomen uit Nederland, weet je. Ik vond die single van Douwe Bob ook heel goed. En ik vond en Eefje heeft het gewoon supergoed gedaan dit jaar. Staat. Maar lekker. Je blijft nog wel een tijdje hangen. Ik krijg een cue van mijn cameraman, want we moeten ook allemaal monteren natuurlijk dit weekend. Ja, en hebben we vaker problemen mee. Shout-out naar 3 voor 12 Utrecht. Yes. Alleen maar liefde. Dankjewel, man. Dankjewel. Allebei? Nee. Wij gaan eens even op zoek naar het publiek wat hier eigenlijk rondloopt. Ik ben heel benieuwd wat hun favoriete song van het jaar is en voor wie ze eigenlijk komen vandaag. We gaan kom mee! Hallo, ik ga jullie wat vragen. Wat is jouw favoriete song van het jaar? Ja, toch wel De Staat met Make the Call Leave It All. Wat is jullie favoriete song van het jaar? Mijn favoriete song van het jaar? Ja. Jij hebt er geen. Heb jij er één? Jawel, Burn the Witch van Radiohead, uiteraard. Ja, kom maar.
Wat is jullie favoriete band van het jaar? Favoriete band van het jaar? Song. Song van het jaar, dat is Muramasa, Lovesick. Cool. En van jou? Burn the Witch van Radiohead. En wat is jouw favoriete song van het jaar? Ja, Kensington met Sorry. Hallo, wat is jullie song van het jaar? Collider van Noisia. Nee joh. Rammstein. Ja. Kom maar. Nee, jij. Vooral omdat je zo bang kijkt. Wat is jouw favoriete song van het jaar? Geen idee. Hoezo weet je dat niet? Ja, omdat ik het gewoon weer ben vergeten. En wat is het beste? Ja, maar gaat je er helemaal geen reden aan. Okay, wat is het beste wat je gezien hebt deze avond? Oh, in ieder geval niet die rappers, want die zongen mij het hoofdliedje. Oh. Ja, ik weet niet waarom, maar ze waren trouwens de tekst kwijt, had ik het idee. Oh jee. Ja. Jij bent nooit je tekst kwijt. Nee, nooit. Doei. Veel plezier. Jij ook. Hallo, wat is jouw favoriete song van het jaar? Godver, weet ik niet. Heb je niet gestemd? Nee, ik heb niet gestemd. Maar... Wat doe je dan? Ik kom kijken wat het leukste song van het jaar is. Goed zo. Wat is jouw favoriete song van het jaar? Favoriete song van het jaar? Adele. Jij hebt mij ooit geïnterviewd. Waarvoor? Ja. Thijs Heij. Nee. Hoe heet het nummer ook weer als je kutje? Zand in je kutje. Zand in je kutje. Je mocht je niet spelen in jouw radio-uitzending toen. Thijsje. Dag meneer, mag ik u vragen, wat is uw favoriete song van het jaar? Ik zou het echt niet weten. U bent nou op het festival Song van het Jaar van 3 voor 12. Ja. Heb je niet gestemd? Nee, ik werk hier. Oh. Ik kom net bij de Bach-kantatas van Tom Koopmans vandaag. Oh jee, u heeft helemaal niks te maken met de hele Song van het Jaar. Nou, ik vind het wel heel leuk allemaal. Ja. Ja, maar Bach-kantatas, ik weet niet of dat in de lijst staat dit jaar. Dit is buiten de lijst gebleven. Dat is niet van 2016. Wat is jullie favoriete song van het jaar? Oh, wow. Joe Goes Hunting, winner. Goed zo, en van jou? Ja, mee eens. Mee eens, makkelijk. Heb je geen eigen mening? Wat is dat dan weer? Nee, heb ik niet. Toen kwamen we Evie de Visser tegen. Hallo Evie de Visser. Jij hebt net gespeeld. Dat klopt. Ging het lekker? Het was leuk, heel leuk. Hè? Was het publiek een beetje meegaand? Ja, ze waren eigenlijk wel aandachtig en veel met de handjes in de lucht en zo. Het was wel goed, ja. En jij staat op de longlist, een van de genomineerden voor Song van het Jaar, ja. Van afgelopen jaar. Hoe goed schat jij je kansen in? Ga jij die titel in de wacht slepen? Ik schat dat ik op nummer 31 kom. En het einde van 2016 nadert. En wat kunnen we van jou verwachten in 2017? 2017 zal ik... Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik zal in ieder geval bezig zijn met plannen voor een vierde plaats. Ik ga nog een single uitbrengen. We gaan een remix uitbrengen. En als grote vraag... Ja. Ik wou zeggen, en 30 december spelen we hier in Tivoli in de Ronda nog. Dus dat is nog net 2016, maar dat wilde ik nog even noemen. Wat is jouw song van het jaar? Oh, ja. Lucky Fons wil dat ik zeg Linde met een E. Maar ik moet zeggen, ik heb... Dat vind je helemaal kut eigenlijk. Ik vind dat ook heel leuk. Maar ik vind het heel leuk. Maar wat mij net te binnen schoot was Ivy van Frank Ocean. Ik wens je heel veel plezier en dankjewel dat je even met me wilde praten. Ja, jij ook bedankt dat je even met mij wilde praten. Ja. Goed zo. Oké. Vertel het verhaal maar. We zijn de hele avond op zoek geweest naar de staat. Want dit is uiteindelijk de grote winnaar van Song van het Jaar. Met hun Make the Call, Leave it All. En we hebben iedereen geïnterviewd en uiteindelijk vonden we de staat. We hadden de backstage pas van Maurits Westerik van Bewilder gejat. En wij konden backstage praten met Torre van de staat. En wat gebeurde er toen? Yes. Ja, sorry, ik moet echt weg. Ik moet echt weg. Hey, doei. Torre, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heb je me eindelijk gevonden? Eindelijk. Deze gozer loopt de hele tijd naar jou te vragen. Ik heb gewoon even een privé momentje boven. Hij zat nog mijn interview met Ricky van Rondé te verstoren. Ja, nou ja. Nou, kom op. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat was volgens jou de echte song van het jaar? Mag ook gewoon jezelf, want terecht. Dat was de echte. Als in, impliceer je eigenlijk... Dat impliceert dat wij niet de echte song van het jaar hebben. Bedoel je dat? Help. Hoe ben je er blij mee? Wat betekent het voor jou? Ik ben wel fucking blij mee. Want ik bedoel, we hebben de album van het jaar, 3 voor 12 album.
toen was de microfoon leeg. Die hield op. Dus we hebben heel mooi beeld, maar geen geluid. Maar het was wel een heel leuk gesprek. We hebben gelachen, we hebben geknuffeld. Er ontstond een band. We werden broeders. Er was liefde. Maar we kunnen het niet horen. Edward, on the back of his head, he had another face. Was it a woman's face or a young girl? They said to song for the jar! 3, 4, 12, song for the jar!